En iedereen mag natuurlijk weer rustig gaan zitten. En tijdens het zingen en dansen van het nummer hebben de materiaalboeren alweer voor gezorgd dat er vers hout in de kampvuur, om het kampvuur ligt. Dat betekent dus dat we weer een tijdje vooruit kunnen met een mooi vuurtje hier midden in de bergen. Maar we hebben net gekeken hoe het is gegaan bij de kleuters van 1-2 Noorderpoort. En ik vraag me nu echt heel erg af, afgelopen maandag was er een iets wat aparte mevrouw op het Wilhelminaplein. En wij werden overspoeld, die mevrouw en ik, door allerlei dieren van de safari. En ik vraag me af wat de kleuters van 1-2 Heilig Hart van de week allemaal beleefd hebben. Van de safari. Zijn jullie daar? Ik zie ze. Hé, olifant. Ja? We waren op safari, maar er gebeurden toch echt wel een paar hele rare dingen. Klopt dat? Zeg dat wel. Eerst verloor ik zelf mijn slurf. Weg. In één keer. Daarna verloor de zebra zijn strepen op zijn kont. Weg. En toen? Toen kwam de leeuw en die had ineens geen manen! Helemaal geen manen! Nee, en toen dachten we dat alles weer goed was. Maar toen kwamen er opeens twee gekke flamingo's van Flamingo BV. En die namen onze gazellen mee, maar ook onze giraf. Ja, waren een beetje domme. Ja, ze waren een beetje raar. Want wat bleek nou? Nou, Sandela, onze gids hier. Hier staat ze. Die daar met die gekke jurk. Ja. Die gebruikt ons voor sieraden te maken. En mooie tasjes en jasjes. En toen hebben we ze te pakken weten te krijgen, die Nelson Mandela. Toen dachten we, eindelijk. We hebben er. We hebben er. En toen, op dat moment, kwam de aap uit de mouw. De aap pakt Nelson Mandela. Ze renden weg en weg waren ze. Ja, en toen, we wisten eigenlijk niet meer wat we moesten doen. Maar vanochtend hebben we met de kleuters van Heilig Hart een heel goed plan bedacht. Ja. En kijk maar hier. Volgens mij hebben we ze. Eindelijk. We zijn super blij mee. Maar olifant, ja. Wij hadden toch echt wel een goede straf bedacht voor deze twee vervelende dingen. Ja. En misschien moeten we die nog maar een keertje doen. Zebra en de giraf, breng ze maar iets naar voren. Kom maar hoor. Kom maar. Jongens, weten jullie het nog? Olifant, vertel jij eens onze safari-regels. We hadden drie safari-regels. En we gaan ze met de kinderen gewoon even doornemen. De kinderen mogen gaan staan. Huppatee. Gaan we staan. Van 1-2 Heilig Hart. Weten we de eerste regel nog? De eerste regel, kinderen. We pakken onze duim. Hier is hij. Onze wijsvinger. Want wanneer we iemand ruiken, dan zetten we de duim en de wijsvinger op onze neus. En dan, olifant. En dan, omdat het nou de special edition is, draaien we ons om. En geef ook nog gas terug. Van 3, 2, 1. Ja hoor. Ja, ja, ja. Ja, hoep, hoep, hoor. Stinkt het al? Hebben jullie hem goed gelaten, jongens? Kijk. Ik vind het vervelend. En nummer 2. De tweede regel. Wanneer we iemand horen, dan maken we onszelf heel klein. Heel klein. En dan gaan we aftellen. En dan gaan we toeteren als een olifant. Van 3, 2, 1. Ja, ja, ja. Kijk ze dan. Volgens mij schrokken ze er wel van. Olifant, ja. De derde was wel heel speciaal, ja. Want die weten zelfs de kinderen nog niet. Nee. Laten we allemaal gaan staan.
Als een boom. Als een boom. Want dan zien ze ons niet. We zijn er niet genoeg. Maar wij doen gewoon nog een paar erbij. En dan zouden ze er klaar voor zijn? Ik denk het wel. Ik denk dat we de vriesje. Croco en de gazelles. Ik denk dat we de vieze verrassing gaan doen. Oké. Jongens, ze zien ons niet, hè? Sst, stil zijn. We tellen af. Af en toe een beetje bewegen. Een beetje wind af en toe. Realistisch. 3, 2, 1. Ja! Lekker. Het is allemaal poep van onze olifant. Ja, het is allemaal poep. En jongens, ik heb ook nog een beetje hooi meegenomen uit mijn huisje. Ja. We dachten, we gooien het er ook gewoon nog even lekker bij. Zo, die zijn wel gestraft. Kijk, nog een beetje erbij. Ja. Vies, hè? In de oren, ik kan nog wel iets in de oren. Zo. Dat denk ik wel. Hé, hey, olifant. Ja? Ik denk dat Nel nu nooit meer sieraden zal verkopen. En de aap, dat hij ook niet meer meehelpt. Ze zijn zo vies. Nee. Ik denk dat ze hier niet meer terugkomen. Maar, nu dit is opgelost. Het hoort er wel bij. Dan gaan we even een liedje oefenen. Zeker. En dan willen we graag de gazelle, de zebra en materiaal boelas naar voren. En dan gaan we even zingen. Nu wat hoger en we zien een lange nek.